Daar. Hallo, mijn naam is Acid. Ook wel bekend als Meen. En vind jij het nu ook kut als je huis afbrandt en heel je familie sterft, zelfde hond? Like dan deze video en subscribe op mijn channel voor rustgevende content. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Free Acid! Free Acid! Long story short. Er was een Belgisch bedrijf die wou dat ik mijn channel ging aansluiten bij een bedrijf, zodat ik heel veel campagnes en leuke advertenties en heel veel meer money ging verdienen. Sounds pretty nice. Dus ik kreeg een jaarcontract van hun en in dat contract stonden er een paar dingen die een beetje kakao waren. Pretty poopy. Een van die dingen was dat stel er wou een bedrijf samenwerken met mij, dat die ten eerste sowieso via hun moesten komen, dat ik dat niet meer zelf mocht regelen, want anders was het contract breuk. Maar ook dat ik niet meer echt spatie had om te zeggen van nee, ik heb geen zin om die campagne te doen. Ik moest bijna altijd ja zeggen. Tenzij ik een hele goede reden had om het niet te doen. Dat is één van de dingen. Ik zei tegen van, joh, haal dat er allemaal uit. Ook wil ik niet een jaar vastzitten aan het. Dat wilden ze allemaal niet doen. Ze zeiden van, joh, wij gaan jou zoveel. Jij moet ons ook een paar dingen terug gaan. Wow. This shit. Klakka. Dat heeft dan een beetje bos gemaakt. Dat heeft dan een beetje heel bos gemaakt. Omdat ik al had gezegd van ja man, gaat leuk zijn als we samenwerken. Dit, dat. We gaan heel veel leuke dingen kunnen doen. En dan krijg ik dat contract en dan dacht ik van Klakka. Waarschijnlijk had zij altijd allemaal merken gezegd van yes, we have Acid. Dat was ik er niet en dan worden ze waarschijnlijk echt pist. In die tijd dat zij zo boos waren, hebben zij een guy binnengenomen om te werken bij hen. Een vriend van mij. Die al heel lang alles deed op mijn YouTube channel. En met alles bedoel ik de advertenties. Hij fixte als ik problemen had, dat hij het allemaal wegdeed. Dat ik deed iets verkeerd of ik brak een regel op YouTube en ik fokte shit op. Dat was eigenlijk altijd gewoon om mij te beschermen. Nu zijn zij zo boos, dat zij die guy aannemen bij hun bedrijf. Die guy komt dus werken voor hun. 3 maanden geleden gebeurde het meest fucked up ooit op mijn kanaal. Ik overtreed de enige regel die je niet mag overtreden op YouTube. En dat is dat je geen extremistische content mag delen op jouw kanaal. Heb ik dat gedaan? Nee. What the fuck? Klakka. Het was een Fortnite video die niet eens online stond. En de thumbnail van die video was IS. Die video stond niet online, maar die ene jongen, mijn mattie, wist dat die video op mijn kanaal stond. Die had 8 views of zo. Hij heeft die video 1 seconde online gezet, waardoor dat die video terug door de filtering van YouTube ging. En als seconde heeft hij de direct weer op verborgen gezet. Want hij had toegang tot mijn kanaal. Hij fixte altijd al mijn shit. Ik kon geen video's uploaden en zo, maar ik wou gewoon alles zien. YouTube ziet die thumbnail en denkt direct van holy shit, we hebben een terrorist gevonden. We got the Belgian terrorist. Als ik terug wil inschakelen, video advertenties, meer weergeven. Je tabblad voor inkomsten is uitgeschakeld. Er is dan die video noemde Salim als Blakka. Deze strijk verloopt op 26 september 2019. Dus dat gebeurt allemaal, ik krijg die shit, ik stuur naar mijn mattie. We zitten in de problemen. Zonder dat ik wist dat hij het eigenlijk had gedaan, want dat wist ik pas achteraf. Ik dacht, ja bro, we zitten in de problemen, we got big troubles. En ik stuurde alles door naar hem en de enige reactie die ik heb gekregen van hem was, hij begon dit bericht zelf met bro man. Bro, sluit je aan bij het Belgische netwerk en ik help je. Met andere woorden, wat hij zei was, teken het fucking kaka contract en ik kan je helpen. Ja, dat is wel chantage, man. Nu, het ding is, zelfs als ik dat contract had getekend, ze hadden mij niet kunnen helpen. Ik kan geen netwerk meer joinen. Ik kan letterlijk niks meer doen met dit kanaal. Dit is het enige wat ik kan doen. Ik kan alleen een fucking video uploaden. Dus door hun chantage rip, hebben ze het gewoon allemaal vernukt. Dus fuck jullie, ik hoop dat jullie allemaal sterven en jullie huis afbrandt. Alle video's die ik heb geüpload vanaf begin juni, heb ik geen fuck mee verdiend. Al de andere video's op mijn kanaal waar ik normaal ook geld mee verdien, niks meer. Free Acid! Hey, freak! Heb ik een bericht teruggekregen van YouTube? Alleen dit. Thanks for reaching out. I understand how important monetization is for the channel. I'd be happy to help you with this. Ik dacht, yes! Help is on the way! I'm sorry to hear you're having trouble with your account. It looks like monetization has been disabled. In this case, monetization was disabled due to receiving community guideline strikes. Channels that have received a correct community guideline strike for this specific violation will not be allowed to monetize again in the future. Even if the strike has expired. Ik denk dat we hierdoor ook weten wat er gebeurt als de strike vervalt. Helemaal niks. Ik ga nooit meer iets van geld kunnen verdienen met video's op dit kanaal. Omdat een Belgisch bedrijf mij geript heeft met een video die ik niet eens online had gezet, maar die ik gewoon had gemaakt voor matties van mij. En op die thumbnail stond er een foto van IS. Ik heb wel iets verkeerd gedaan, maar kijk, YouTube heeft mijn video al volledig gedelete van alles. En zij kunnen die zelf niet meer kijken. Wij kunnen die niet meer kijken. Niemand kan die video kijken. Elke keer als ik zag dat gaan van kijk die fucking video, zagen ze van ja, ja dat gaat niet. Die video bestaat niet meer. Alle bewijsmateriaal dat die video geen IS-video was, is er niet. Nu, is dit kut? Ja, man, fuck toch. Zet dit even in vergelijking met wat Logan Paul heeft gedaan toen hij die dode guy heeft gefilmd in Suicide Forest. I should have put the cameras down and stopped recording what we were going through. Toen zei YouTube ook aan van, wow, je gaat nooit meer geld verdienen op onze site. Je mag nog uploaden, maar hey, we nemen alle kansen wel dat jij nog iets van cash verdient op onze site. Zet even in vergelijking. Hij is nu gewoon terug. Ze hebben hem gewoon terug alle credit gegeven. Ik kan weer alles doen. En ik zit hier, geneukt,
om iets wat ik niet eens echt gedaan heb. En hij ignore me. En hij block me. De afgelopen jaren op YouTube waren niet meer zo makkelijk als de jaren daarvoor. Waarom niet? Demonetization. Tenzij hij de kok sukte van YouTube en hij echt van die kindvriendelijke video's maakte. Oh, en zo knolgies. Knolpauw. Doordat ik nu weet dat ik toch een fuck meer ga verdienen en toch nog altijd video's maak, het is alsof dat ze een soort van ketting van mijn benen hebben gedaan. Ik kan nu letterlijk uploaden wat ik wil en oké, ik verdien dat geen fuck meer. Ik heb niet meer het gevoel dat ik die 10 minuut video's moet maken. Ik heb niet meer het gevoel dat ik iets niet aan mijn video kan steken. Want op de een of andere manier is mijn video toch al gefuckt voordat ik hem online zet. Zoals nu, ik weet dat ik geen fuck ga verdienen met deze video. Maar boeit dat mij en red? Ja, man. 3 ACID! Dus waarom zou ik me dan inhouden als ik die video aan het opnemen ben? Waarom zou ik één keer meer kanker blurren uit de video? Het heeft toch geen nut. Het kanaal heeft bijna 100 miljoen total views. Ik ben onderweg naar die 500k, maar ik ga waarschijnlijk nooit meer één kluit verdienen op dit channel. Ik wil nog altijd gefreed worden. Ik weet dat YouTube maar één klikje kan fixen dat mijn channel terug geld verdient. Dus ik ga gewoon blijven uploaden en tonen aan hun van hey, fuck you motherfuckers! Ik ga me niet inhouden voor hen. Hey, fuck Google, fuck YouTube. Ik ga gewoon blijven uploaden. Derde ding, check de t-shirt! Komen deze week of volgende week online, no stress. We hebben misschien de strijd verloren. En de oorlog ook. En de YouTube channel is naar de kloten, maar ik kan nog uploaden. Dus hebben ze mijn kracht weggenomen? Hell no. Hebben ze mijn kracht weggenomen om veel money? Hell yeah. Yeah. Ook de slechte gebeurtenissen in je leven. Ook de dingen waarvan je denkt, what the fuck? Ik ga eindig op straat in een tent. Oh shit. Fix het. Ik fix het wel. Free ACID. Kom deze long. Dus ja, binnen een paar weken hebben we gewoon 100 miljoen total views op dit channel. We gaan die 500k nog hitten. Voor 2020. En dat zeg ik nu. Want ik ga echt mijn best doen. YouTube vergeet dat ik een fucking leger heb. Dat ik een leger heb. Waarvan ik ook zelf deel uitmaak. Snap je? Ik moet niet zo de aanvoerder. No. We're just an army. En we gaan iedereen slopen. Elke YouTuber die in mijn weg staat. Yo. I'ma fuck you up. Yes. Hey, zet de camera omhoog. Mensen dachten, oké, ACID is weg. De Belgische bedrijf dacht van, oké, zijn channel is naar de klote, he gone. Hell no. En ik kom altijd harder terug, snap je? Ga ik dat Belgische bedrijf nog rippen? Zeker wel. Het is niet gedaan. We here. We out here. We gonna fuck him up. Dank voor het kijken naar deze video. Thank you very much. I love you. Koop de merch. De merch is nog niet online nu. Soon. Haal naar je ouders. Vraag die credit. Yes, bedankt voor het kijken. Jojo.